Hallo allemaal, Solhaar hier zo. En vandaag zit ik met twee kampioenen. Ik schakel over naar het Engels, dus volg in ieder geval het interview in het Engels. Hi everybody, this is Sol, and today I'm sitting here with two world champions. I'm going to do a part of this interview in English, part of it in Dutch. So I hope everybody can follow it a little bit, so everybody could hear what these guys have to say. First of all, Andrew Tate, welcome to the Netherlands. Thanks for having me. Thank you. Yeah, you will be back here on December 3rd, and you will fight against Ibrahim El-Bostadi for the world title. Correct. All right. How is that for you, man? It's very exciting. I don't know what else to say besides I'm very, very excited for this fight. It's been a long time since I've had a fight I'm very, very excited for. Yeah. I can't wait to get in there and fight. I don't know what else to say, really. I'm very, very excited about it. Yeah, you already said it earlier, before this interview to me. You never would have done it unless you would really feel positive about this opportunity. Why is that? Why do you have to feel excited for to fight? Because you have a great record, 50 fights, 43 of them won. Tremendous knockout rate, 33 knockouts, and then you stopped. Yeah, I think when you're a younger fighter like Ibrahim is, you just fight for the sake of fighting. When you get a little bit older, you start to look for, you know, other things that can inspire you to fight forward. And I can't explain it. One day I woke up and I looked at my world titles in four different martial arts, and I thought, enough. That's how I thought. And I still trained. I still enjoyed it. But I just, I had a few other things I wanted to do, and then this opportunity came along, and I want to fight. Just like with Wendell, I wanted to fight him because I wanted to be one of the only people to ever knock him out. I want to be the first person to beat Ibrahim, so here I am. You know, I wouldn't be coming out of retirement to fight anyone. If I was someone else on the table, I may have said no. This guy on my left has an impressive winning streak. He has a pretty good winning streak. It's not bad. It's not bad. Impressed? Yeah, I'm very impressed. You know, he's a very talented fighter. If I didn't believe he's a talented fighter, I wouldn't be sitting here. I know he's a talented fighter. He knows he's a talented fighter. I'm very much looking forward to it. I can't say, you can't say anything bad about someone with a 44 win streak, you know? So it's hard. Makes it hard. It's hard to find, you know, a chink in the armor. But I really believe that fighting isn't about your opponent. It's about yourself. Yeah. It doesn't matter who you face in the ring. It's about yourself. And if you're 100% confident and if you're prepared correctly, then you're going to win. During the interview with K1 Anoop, you said that you see that as an advantage that you haven't fought for about a year and a half. Yeah. But some people might say it could be a disadvantage for you. Yeah. Because you're out of it too long, and it makes it hard to get back in the fighting mode. Yeah, a lot of people would see it as a disadvantage because they'll either assume that I'm going to struggle to get back into the training, or they're going to assume that I've lost a lot of my assets. But I've been training the whole time anyway. You know, I haven't been competing, but I've been training the whole time. I haven't been missing a step in sparring. I haven't been out of shape. I haven't put on weight. You know, I haven't fought competitively, but that was a conscious decision I made. And one of the great things about this year and a half I've had is I've had a lot of time to work on things that I don't traditionally work on in a camp because I'm too busy worrying about getting fit for the fight. You get to, you know, learn a whole bunch of new things, work on a whole bunch of new things, fight Southpaw for 6 weeks, things you never normally do, you know? And it's been really interesting. And I guess a lot of people can look and think, oh, he's been out of the ring for 2 years, that's going to take a toll mentally. It hasn't taken a toll mentally. I've taken this fight and I'm prepared to fight, so I think it's one of my greatest strengths, the fact that I've been out of the ring for a while. So. All right. I'm going to switch to Ibrahim and to Dutch. I will translate a whole part of this later on for you. So. Thank you. How is your Dutch? Around about zero. Close. All right. Ibrahim, hoe is het met jou, jongen? Ja, gaat goed. Ik kom van een pittige wedstrijd af. En ik ben nu herstellende. Deze week weer beginnen met trainen voor de volgende partij, 3 december. Philippe Verlinde was echt een pittige, hè? Ja, hij was een goede tegenstander. Ik had mijn handen vol aan en ik heb de winst naar me toe getrokken. En die staat ook weer op mijn lijstje. Dus we gaan gewoon weer verder. Andrew Tate, 33 knockouts, 50 partijen, 43 daarvan gewonnen. Hey, je gaat echt gewoon, je wil kampioenenslayer worden, of? Ja, het is nu kampioen tegen kampioen, hè? Dus wie wordt de kampioenenslayer? Ik bedoel, ISKA, IKF-titel. Echt een ervaren kerel ook weer, die voor je gematcht is.
Dat is weer een mooie voor mijn lijstje. Ik bedoel, ik ben nog jong, ik ben hongerig en ik kom om te vechten en om het publiek te vermaken, al helemaal omdat het in mijn eigen stad is, Den Haag. En dat is wat ik het liefst doe, het publiek vermaken en laten zien wat ik kan. Nou, hebben jullie allebei trouwens een hele grote fanbase. Die smullen al naar dit gevecht toe. Ik bedoel, december wordt een topmaand. Ik heb het net op de Facebook live feed gezegd. We hebben twee wereldkampioenen tegen elkaar. Er staan eigenlijk vier wereldkampioenen. Maar jij neemt dit bijzonder serieus. Ik heb jou de laatste tijd een beetje van dichtbij mee mogen maken. Jij berekent iedere weg naar Andrew toe. Je neemt nu je rust. Je zei tegen mij ik wil me echt goed voorbereiden op deze tegenstander. Volledige focus. Ben je nou 24 uur per dag met dit gevecht al bezig? Daar lijkt het bijna wel op. Nee, ik heb natuurlijk ook sociaal leven daarnaast. Ik bedoel, ik leef wel voor het vechten. En als je de passie niet hebt, dan heb je eigenlijk niks te zoeken in de ring. Maar ik train hard. Ik train twee keer per dag. Elke dag wel. En zo bereid ik me ook voor elke tegenstander. Ik bereid me nu niet anders voor of specifiek op zijn techniek of wat dan ook. Ik ben gewoon wie ik ben en ik train weer keihard zoals altijd. En ik ga laten zien wat ik kan. Philippe Verlin heeft een traditionele stijl. Andrew Tate heeft ook een onorthodoxe stijl. Ja. Dus dat wordt bijzonder om jullie twee tegen elkaar te zien in de ring. Dit kan niet anders dan een spectaculaire gevecht worden. Vind je ook niet? Dat vind ik ook, ja. Of het wordt echt een slagvest beukpartij. Ja. Of het wordt een schaakspel en wie de beste zet, die wint. En ik ben benieuwd hoe de partij gaat lopen. Natuurlijk kun je niet van tevoren weten hoe en wat je gaat doen in de ring. Ja. Maar op het moment dat de bel gaat, voel ik me altijd heel zelfverzekerd. En zal nu ook niet anders zijn. En ik ga gewoon voor de 200%. Ik hoop echt dat dit een toe-to-toe gevecht wordt. Weet je, gewoon midden in de ring, allebei gewoon volop knallen erop. Just a quick translation. I understood slugfest. And what's your prediction on the fight? Do you think it's going to be a slugfest or a strategic matchup between you two? I can guess, and this is a guess, yeah, that if I was in Ibrahim's camp, people would be saying, he's out of shape, he's been 2 years out the ring, jump on him, get on him fast, he will get tired, pressure. I don't think this is a good idea for Ibrahim, because I'm especially good at fighting on my back foot. I like when people come for me. So I think it's going to be a fight where I'm going to get hit and he's going to get hit. It's one of those fights, you know? We're going to have to see who hits harder. So it's going to be like that. So I just said to him, you know, I really am looking forward to this fight. You know, it's two world champions, two great guys going at it, toe-to-toe, hopefully toe-to-toe, center of the ring, you know, just swinging and slugfest. Yeah, that was the word. Yeah, that was the word. So, no, it's going to be a great fight. Yeah. I'm looking forward to it. I hope the fans will also. Yeah. What do you got to say to your fans in England and Europe? Do you have a message for them? I don't have a message for them so much. I'm sure they've heard enough of me talking over the years. They know where I'll be on December 3rd. I'll be there to perform. I'll be ready, as Ibrahim will, and I very much look forward to it. All right, thank you, Andrew. Ibrahim, heb jij nog een boodschap voor alle fans in Den Haag, in Nederland en eigenlijk in alle fans voor de rest van Europa? Ja, mensen, jullie moeten allemaal pay-per-view kopen en een kaartje kopen. Ik bedoel, dit wordt een top-event en dus Den Haag op zijn best. En voor de mensen die een kaartje kopen om me zien te verliezen, ik moet ze helaas teleurstellen. Ik koop wel je kaartje, maar ik ga niet verliezen. Oké, jullie horen het. Twee kampioenen gaan op 3 december op Fights & Scala tegen elkaar aan de slag. En dit wordt de hoofdpartij. Het wordt fantastisch. Dat garandeer ik jullie nu al. Dus ik zou zeggen, je kan niet anders dan daarheen gaan. Andrew, thank you. Ibrahim, thank you. I wish you both the best of luck. Thanks. Voor jullie allemaal, dag allemaal en tot ziens.